Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sporten in de natuur. Wat is de meerwaarde? Dat bewegen gezond is, is bekend. Net zoals dat een wandeling in de natuur je goed doet. Maar kan de natuur het gezonde effect van sporten eigenlijk ook versterken? En levert een uurtje bewegen in het groen inderdaad meer op dan een uurtje in de sportschool? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Hoi. Goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het is weer tijd voor een verse bak koffie. Ja. En vandaag gaan we het hebben over iets wat ons natuurlijk erg nabij staat. Wonend op de prachtige Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park. Ja. Midden van het land. Iedereen die er nog nooit geweest is, kom vooral eens kijken. Voordat we het gaan hebben over het artikel wat je schreef in onze lokale suffertje, ja, de Stichtse Courant over groen sporten, even een leuke kijker- en luisteraarreactie. Want we krijgen steeds meer, fanmail wil ik het niet noemen, reacties van mensen die kijken en luisteren. Zo ontvingen wij in onze inbox, post@slimmerpodcast.nl, de volgende mail van Ramon Klootwijk met het onderwerp wat mij al meteen beviel: genieten van jullie SPP. Kijk. Tot nu toe dacht ik dat SPP een afkorting was die alleen wij zelf gebruikten. De Slimmer Presteren podcast, maar hij gebruikt hem ook. Goedemiddag Jurgen en Gerrit. Als recreatief loper werd mijn interesse gewekt door het artikel in De Kaap. Hey, kijk, daar is hij weer, onze lokale krant. Sindsdien geniet ik elke week van de nieuwe podcast van jullie. Top, zoals jullie de onderwerpen uitzoeken, behandelen en bespreken. Het geeft zeker op vrijdag weer genoeg inspiratie om in het weekend mijn rondjes... Ja, ik weet het. Niet altijd hetzelfde rondje. Hij luistert dus echt. Op onder andere het Leersumse Veld en de Kaapse Bossen. Nou, daar is hij te lopen. Mooi. Ga zo door. En hier is hij. Je hoorde mij vorige week al even noemen. Hè? De afkorting ABOPA. Als variant op de Memmel. Mm-hmm. Namelijk de Abraham op Essex. Dus dank voor die toevoeging, Ramon. En leuk dat je ons mailt. Dus laten we daar maar mee vertrekken. Die prachtige Utrechtse Heuvelrug. Sporten in het groen. Los van dat jij iets wilde schrijven voor de lokale krant. Ja, wat was je moet toch wat, hè? Ja, wat was de inhoudelijke aanleiding om dit eens verder te onderzoeken? Dat was de Devil's Trail, waar ik destijds aan meedeed. Ja, heb ik ook al regelmatig meegedaan. Ja, zelfs een leuk vlogje over gemaakt. Zondag meedoen, toch? In Nijmegen. Vorige week heb ik... nu moeten we even puzzelen, mensen. Want het is wanneer deze uitkomt, heb ik afgelopen zondag in Nijmegen meegedaan, 2020. Ja. Nee, maar ik vond het initiatief van die Devil's Trail... dat sprak mij wel aan. En goed, in het kort, het gaat er prat op van we gaan de natuur in. Ja. Trail en alles eromheen willen we ook duurzaam doen. Hè? Dus onderweg geen plastic op de grond. Geen plastic bekertjes die daar worden weggegooid bij de drinkstops. Wat me ook is bijgebleven is... Nou, de sfeer was sowieso goed. Ik bedoel, kijk, maakt er niet uit of ik nou in het bos in Driebergen ga lopen of dat ga doen. Ik vond het wel een meerwaarde. Ik had het idee dat mensen wel allemaal sowieso wat relaxter was. Men gaat niet zo voor de tijd. Dat is al. En dat zag ik ook terug. Van normaal ben je wel gewend met die 1 kilometer, 2 kilometer, kilometer bordjes. Ja. Dat deze hier helemaal niet aan. Nee. En eigenlijk zag ik ook heel weinig mensen die op hun horloge keken, laat staan hun horloge om hadden. Ach, schei uit. Ik heb daar gewoon een knopje gelopen. Ja, jij wel. Ik heb er echt goed op gelet. En eigenlijk heb ik voor mezelf toen ook bedacht... ik ga er ook niet gewoon op kijken. Ik zet hem uit. En echt? Daar heb ik ook het verhaal... Hallo, je moet hem wel eens op Strava zetten.
Maar dat kun je ook op andere manieren doen. Dat mag prima, maar om nou... Want ik ben helemaal voor niet kijken hoor, ja. Maar om nou geen data te loggen. Als je ja, geen data maar dat hebt, hoort heb je niet dat gelopen. Wel. Als je dan toch in de natuur bent, dan let jij niet op tussentijden of noem maar op. Dan let jij gewoon op het mooie groen om je heen. En, ja. Ja. Dus nou ja, toen ben ik wat meer gaan inzoomen op wat is nou eigenlijk groen sporten. Mm-hmm. Is dat nou meer dan sporten in de natuur? En daar kom je toch best wel leuk wetenschappelijk onderzoek tegen, vind ik. En heeft er al mee te maken dat... Hier is wetenschappelijk onderzoek naar? Ja, nou, het sowieso dat een groene omgeving goed doet. Oké. Okay. Hoe onderzoek je dat? Ja, onderzoek uit 1984. Een Amerikaanse dokter. Want die had bedacht, die had bij zijn patiënten na een galblaasoperatie... had hij besloten van, nou, ik zet de helft van mijn patiënten... die laat ik uitkijken gewoon op een blinde muur. Dat is vanuit het ziekenhuis. Ja. En die andere die laat ik uitkijken op een boom. Ja. En wat zag hij? Dat mensen die uitkeken op de boom... sneller herstelden minder pijnstillers nodig hadden. Nou, en dat heeft Ik ben even sceptisch, hè. Ik heb geen zin om dit onderuit te halen. Maar de boom, ik bedoel, even toch wetenschappelijk qua methodes. Hoe isoleert hij het effect van de boom? Kan het zeker weten niet aan iets anders hebben gelegen? Dat is een hele goed punt, maar dat is later herhaald onder andere omstandigheden. Dat blijft het punt van, ja, als jij daar iets anders rustigs of... neerzet, iets waar iets rustgevends, ja. Doet dat hetzelfde. En dat blijft denk ik wel een goed dingetje in dit soort studies. Want ze hebben natuurlijk ook mensen, epidemiologisch onderzoek, dus gewoon gekeken van hoe lang leven mensen die uitkijken op de natuur of dicht bij de natuur, bij een park of bij de zee. En dan zijn er volgens mij, je hebt de green areas of de blue areas of zones. Beetje ruzie onderling. Nee, de zee is beter. Of de natuur of groen is beter. En die laten eigenlijk, ook als je corrigeert gewoon voor het feit van... je kunt zeggen, mensen met meer geld... Die leven ook gezonder. Die leven gezonder en wonen dichter bij de natuur. Daar hebben ze zoveel mogelijk voor gecorrigeerd. Mm-hmm. En dan blijkt toch onomstotelijk vaststaat dat uitkijken op... De nabijheid van natuur en zee, dat een plus is. Vergeleken met mensen in de stad dan. Ja. Ja, ja. En dan corrigeer je natuurlijk ook een beetje voor de frisse lucht. Want wat maakt het verschil? Ja. Drukte, stress. Ja. En je ziet natuurlijk wel wat er veranderd is als je tegenwoordig in ziekenhuizen komt. Ja, dan zie je ook allemaal, daar staan planten, hè, zelfs in de slimme presteren pot. Ik wou zeggen, in onze eigen studio achter jou staat de verplichte plant. Of we hebben foto's van mooie landschappen of van bossen of noem maar op. Dus er is wel een bepaalde gewaarwording gekomen dat de omgeving iets groens doet. Maar dat maakt het ook wel bijzonder. Want een foto inderdaad lijkt het bijna net zo goed te doen. Of net zo goed, een foto van de natuur. Als echt in de natuur zijn. Ja. Ja, daar kunnen ze moeilijk onderscheid... Ik doe me opeens denken, we hebben allebei inmiddels gelezen, hebben we nog niet behandeld hier in de podcast, komt vast een keer als boekreview, Peak Performance, staat achter jou in de kast. Daar halen ze deze studie ook aan, hè? Als je, dat is het Engels is awe, wat is dat dan? Verwondering. Ja. Als je in natuuromgeving komt die jou verwondert, die indruk op jou maakt, maakt dat blijkbaar stofjes in je lijf los die kerngezond zijn. Ja, dat is het idee. Dus ten eerste zei men eerst van, het is alleen puur het idee van, een andere omgeving, iets rustgevends of noem maar op. Dat gerelateerd aan aanmaak van, of nou endorfines of andere stoffen, neurotransmitters in de hersenen zijn. Maar er is ook een groep mensen, er is onderzoek, een hoogleraar in Groningen, heb ik wel wat van bekeken. Agnes van den Berg, gooi je ook in de show notes. Wat is dat voor hoogleraar? Ja, volgens mij in de show notes zei ze... Hoogleraar titel, natuurbeleving. Natuurbeleving. Nou, zij doet echt wel onderzoek. Zij probeert het een beetje uit de softe hoek te halen. Dus dat begint er eerst al mee. Ja, zij kijkt gewoon naar ouderen. Met of zonder volkstuintjes. En dan, wie krijgen de meeste kwalen en leven het langste? Ga je natuurlijk met vragenlijsten werken. Het geluksgevoel of sowieso het gevoel wat zij hebben dagelijks.
Ja, daar ziet zij dan toch wel verschillen. Maar zij zegt ook van, nou ja, wat mogelijk ook een rol kan spelen zijn de bepaalde stoffen die planten afgeven, bomen. Mm-hmm. Bepaalde oliën die echt je dusdanig prikkelen op receptoren in je lichaam gaan zitten. En waar ze op zit is eigenlijk dat ze zegt, ja, maar als je goed kijkt heb je ook met fractalen te maken. Dat woord heb ik nog nooit gehoord. Zo repeterend, het repeteren van vormen. Bijvoorbeeld als jij in een bloemkool kijkt en daar steeds op inzoomt, dan zie je datzelfde patroon steeds weer terug. Ja, een sneeuwvlok moet ik aan denken. Ja. Die heeft dat toch ook? Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat is dus typisch aan de natuur. Dat vormen zich blijven herhalen van, ja, je kan het heel groot, globaal kijken, maar als je ze inzoomt, komt dat patroon ook weer terug. Het zit op het randje, maak eens af, want ja, hoe heeft dat dan een positief effect op mijn prestatie? Ja, ik denk dat er studies zijn geweest wel, waarbij ze dus op mensen op het scherm hebben laten kijken. En dan dat gekeken hebben of het kijken naar een scherm andere dingen doet op focus. Als dat scherm fractalen heeft. Dus de hypothese, en je zegt nog, zij zoekt naar, dus het is nog niet allemaal niet hard en niet bewezen, is dat dit soort aspecten van de natuur, fractals, you heard it here fractals, first, tenminste ik in ieder geval, fractalen, een positief effect hebben op ons brein, op ons gemoed, waardoor, en daar gaat deze podcast over, we dus ook sportief beter zouden kunnen presteren. Ja. En daar komt de volgende stap inderdaad van, ja, maar dit gaat om gemoedstoestand en rustgevend gevoel. We gaan het natuurlijk doen over presteren, over slimmer presteren, sporten. Ja. Daar blijft het een beetje hangen op één meta-analyse. Dus daar hebben ze verschillende studies onder de loep genomen, waarbij ze echt wel groepen mensen hebben ze binnen laten sporten en buiten. Een beetje dezelfde programma's laten doen. Ja. En dan eigenlijk hebben ze toch, wat ze niet gedaan hebben, is echt fysieke prestaties gemeten. Bijvoorbeeld VO2 max of een inspanningstest gekeken naar. Werd ik echt benieuwd naar de uitkomsten. Fietstesten of noem maar op. Nee, puur eigenlijk naar beleving en gevoel. En daar komt toch eigenlijk wel naar voren dat, één aspect is gewoon dat ze zich beter voelen. Dus dat kun je natuurlijk. Maar ook als dan gevraagd werd, heb je nou zin om weer te gaan sporten? Ja, dat daar naar voren kwam dat mensen die er buiten gedaan hadden, inderdaad zeiden, nou, lijkt me wel, ja, zeker, ik heb er zin in. Meer dan mensen binnen. Spannend. Ja, spannend. Dus dat zou iets doen, is bijna een psychologisch onderzoek. Ja, dus zeker. Zijn met vragenlijsten. Maar we weten natuurlijk uit het boek van Endure, en we hebben het erover gehad, hoe mentale vermoeidheid kan inwerken op de fysieke prestatie. Dus als jij op de een of andere manier jouw mentale focus kan verbeteren of mentale vermoeidheid kan wegnemen. Ja, zou je dit dan ook in de topsport zien? In de zin van, zou je dan zien dat topsporters in buitensporten sportiever, beter, hoger, verder, langer kunnen dan topsporters in binnensporten? Is een top basketballer minder sterk en uithoudingsvermogen dan een top marathonloper? Een heel andere sport. Vergelijkbare sport. Beachvolleyballer. Beachvolleyballer. Dat zou het inderdaad interessant onderzoek kunnen zijn bij 11 jaar. Is er nog niet, hè? We hebben lacune gevonden. Puur sprongkracht kijken, een paar van die parameters meten. Ja, die gaan we is interessant, gaan we opzetten. We zetten wat op. Nou ja, omdat het lijkt een soort populaire cultuur te worden. Wat ik zeg, in Peak Performance staat dit. Devil's Trail vent het uit in zijn marketing. Maar inderdaad, wij zijn dan wel benieuwd. Wat is de wetenschappelijke basis? Je zegt, er is wel wat, maar het is nog vrij dun. Nou, en ik moet er denken. Ik heb een vriend van mij, Wiro, die is juist het tegenovergestelde. Daar ging ik mee naar het Zwarte Woud. Die haat het bos. Zwarte Woud mountainbiken. En dan had hij, ten eerste had hij had wel een racefiets, maar nog geen mountainbike. Die had hij 3 weken geleden gekocht. Hij had er nog niet op gefietst. Want wat hij deed, hij traint altijd binnen. Ja. Loopband en fiets. De ergometer, zeg maar, de Zwift. Ja. Omdat hij zegt, maar ik wil gewoon kwalitatief goed trainen en ik wil dus precies op vermogen of dit schema af en dan leidt mij dat buiten maar af. Stel dat je hebt wind tegen of wat minder weer of het is te warm. En dat is ik krijg gelukkig was het prachtig daar in het Zwarte Woud, dus hij heeft ook gezien van zo kan het ook.
Ja, maar het is wel interessant. Hè? Het is natuurlijk ook het model. En oh, nu klinkt wel een beetje provinciaal. Dat besef ik me ook. 5 jaar geleden vanuit Amsterdam verhuisd. Ja. In Amsterdam zat ik natuurlijk ook in de sportschool. Want het is wel mooi praten over de heuvelrug rennen. Ja. Maar als je midden in de stad woont en het kost dan een half uur om naar de grens van de stad te fietsen. Dus dan zat ik in de sportschool. Maar eigenlijk het plaatje dat je een uur of een half uur in de sportschool dingen vooruit gaat zitten duwen. En dan thuis de robotgrasmaaier of de robotstofzuiger aanzet. Dat is natuurlijk, het is best een graag praatje, toch? Ja. Die menselijke lopende bandwerken op die machines. Nou ja, wat is sport dan eigenlijk? Wordt bijna filosofisch. Ja, zeker. Ja, dit is een goede vraag. Ja, ja. Dus, wat is voor jou? Sport jij binnen? Zo min mogelijk. Nee. Oké. Okay. Eigenlijk, maar ja, dat heeft ook. Ja, wij wonen, ja, we hebben het geluk dat we dicht bij de bossen wonen. Ik heb nog een hond. Ja, ik zie mezelf niet in een gymzaal met plasplekken voor de honden uitlaatplekken rondlopen bijvoorbeeld. Nee. Dus ja, dat... Ik besef me opeens, nu ik dit aanraak over die verhuizing, voor mij is het volgens mij andersom gegaan. Ik woonde in de stad, ik had ook een stadse levensstijl. Ik was veel in de horeca, dit is allemaal pre-corona natuurlijk, veel in de horeca te vinden. En ik was helemaal niet zo sportief. Ik volleybalde in die tijd. En dat deed ik nog wel aardig, maar ik kan je vertellen, van volleybal word je echt niet fit hoor. Nee. Dus, kun je ook wel gaan zien, gaan we in de lage klasse volleybal kijken. Vierde, vijfde, zesde klasse heb je zelfs in Amsterdam. Nee hoor, daar is een gemiddelde memmel of een racefiets niks bij. Toen verhuisden wij naar de Utrechtse Heuvelrug. En voor de mensen die deze podcast langer volgen, mensen die mijn vlogs hebben gevolgd, dat was ook echt een overgang. 2016, 2017 ontdekte ik het buitensporten, het hardlopen, het mountainbiken, daar begon het mee. Ja. En het fietsen, nu uiteindelijk het triathlon. Dat kwam wel deels door die omgeving en dat mij ook hielp om me daar thuis te voelen. Dat ik zei, ja, oké, maar nu heb ik een levensstijl die past bij mijn nieuwe woonomgeving. Klopt. En nu pluk ik ook echt de vruchten van het feit dat ik die stad uit ben. Je hebt een triathlonclub om de hoek. Ja, ik denk dat dat is gewoon een standaard. Oh, doe je aan sport? Ja, duurt het. Oh, mountainbiken in NK, of mountainbiken, fietsen. Hardlopen, fietsen. En die zo zin, de standaard geworden. Hoe kunnen we dan deze inzichten vertalen voor onze luisteraars in de stad? Want die hebben we natuurlijk ook. Ja. Wat kun je nou doen als je niet zo makkelijk op de Utrechtse Heuvelrug buiten bent? Ik denk bent? Toch, zoek een park in ieder geval op. Ik bedoel, dat is het begin. Ja, dat lijkt me toch echt om daar eens mee te beginnen. Ja. En dat de planologen tegenwoordig zijn zich ook wel heel bewust van de meerwaarde daarvan. Dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk ook het, toch weer corona moeten we dan toch maar even melden. Ja, de sportscholen gingen gewoon dicht. Echt dicht. Ja. Ja, die aerosolen die daar mogelijk veel in grotere getalen een rol spelen. Dus daarmee zag je ook wel, dat vond ik wel interessant, dat ook slimme of inventieve fitnesshouders, sportschoolhouders, die zetten gewoon hun apparaten buiten. Ja. Nou, even op het dak of noem maar op. Heb je in ieder geval al de buitenlucht te pakken. Ja. Als je daar dan nog wat leuke sowieso bloembakken of... leuke planten omheen zet, dan zou het wel eens beter kunnen worden. Het beginnetje is er al, denk ik. Het voelt een beetje gek om nou te zeggen naar die sportscholen. Ja, je moet daar ook maar foto's van de natuur neerzetten. Zou het helpen? Ja, in theorie dus eigenlijk wel. Ja. Als we net in het begin zeggen, zelfs plaatjes van de natuur brengen die effecten al met zich mee. En misschien, nodig dat echt wel uit dat je ook zegt van... Hey, op 1 kilometer afstand van hier is deze foto genomen. Hop. Ja. Nou, dan gaan we daar oproep aan alle sportschoolhouders. Ja. Hang eens foto's op. Deel foto's van ons, van jouw sportschool. Of luisteraars, hè. Als jij in een sportschool traint, hoe hebben die dat ingericht? Ja. Is daar natuur nabij? Als we het over groen en natuur hebben, moeten we het natuurlijk ook hebben over het klimaat. Want ik zag dat jij nog een leuk artikel vond in relatie tussen duursport en klimaat. Dat kwam ik tegen van, vorig jaar de Tour, de befaamde etappe, die moest... We hebben het over 2019, voor de mensen die dit in de toekomst luisteren. Halverwege afgebroken, want de hagelstenen en de bakken met water en de aardverschuiving was gaande. Modderstromen. Ja, dat was toch, dat soort dingen worden al gerelateerd een beetje aan de opwarming van de aarde, klimaatverandering. Ja. Ja, je ziet het natuurlijk denk ik ook dat terug in evenementen die misschien eerder afgelast of meer aandacht voor het wordt heet, et cetera. Dus, komt de aflevering van Sport in de Hitte weer om de hoek. Ja, die wordt alleen maar relevanter. Dus zij waren meer aan het waarschuwen van, zij noemden ook wat dingen die gecanceld moesten worden vanwege bosbranden in Californië of in Australië. Ja.
Inderdaad, de Tokio-marathon die naar voren geschoven moet worden in de tijd of naar een andere locatie zelf, omdat het te warm wordt. Dus zij zagen ook het negatieve een beetje van dat. Kijk, dat is het voordeel misschien van binnensporten. Als jij dan inderdaad jouw strakke trainingsprogramma wil uitvoeren en dat kwalitatief goed wil doen, ja, binnen lukt dat wel, omdat jij gewoon natuurlijk alle omstandigheden onder controle. Ja. Ja. Buiten kan het wel eens tegenvallen. Te heet, door, te koud, te nat. En een puntje ook wat zij zei, ja, dat is toch ook luchtvervuiling, smog. En met name dan voor duursporters op de fiets bijvoorbeeld. Ja, dat is, we zien natuurlijk wel de plaatjes van de mooie kastelen altijd op de route van de Tour. Maar ze gaan ook door die vieze steden. Ja, en vooral denk ik als je in China of in een wat dichter bevolkte buurten komt. Vlak China niet uit, hè? Dat is een heel ander onderwerp, maar daar gaat het tegenwoordig steeds beter met de lucht. Ja, dat denk ik ook met je eens. Dus zij zei je ook van, en dan kom je eigenlijk weer van, nou ja, dat is altijd die discussie van astma en wielrenners, hè? Van wat is nou... Interessant deurtje wat je hier optrekt. Ja, waarom hebben al die wielrenners astma en schaatsers ook heel veel zoveel last van De vraag astma. Is of ze dat allemaal hebben, maar ze lopen allemaal rond met een medisch attest. Ja, dat ze aan de astma, van vroeg tot... Het idee tot, is toch van dat zij inderdaad en ontzettend veel gebruik maken van hun ademhalingswegen. Diep moeten ademen, in- en uitademen. En als die lucht wat niet zo schoon is... Ja, daar toch continu geprikkeld worden door schadelijke stofjes en daarmee langzaam astma. Ze zegt, je bent niet cynisch. Je denkt, die mensen hebben niet een medisch attest om luchtwegverruimende middelen te nemen, maar die hebben echt astma. Ja, ik hou het ook nog op het andere van dat ik denk, ja, maar het kan ook zijn. En volgens mij heb ik dat eerder gezegd, die worden geboren met astma. Ik weet van mijn eigen broer. Vriend van de show. Er was het advies, astma, ga vooral zwemmen. Veel zwemmen en sporten. Dus dat je eigenlijk als kind met astma wordt gezegd... Ja, sporten is goed voor je. Ontwikkelen en rijping van je. En daardoor daarmee... komen ze in de talentenklasjes. Ja. Krijgen ze meer training. Maar ja, ik denk toch wel dat er heel veel sporters tussen zitten... die tijdens het sport, in de loop van hun carrière... inderdaad dat attest krijgen... Al dan niet, of dat terecht is, ja, daar kunnen we het nog eens een keer over hebben. Maar, voordat we zo gaan zoomen met Froemen om even te horen of hij nog iets toe te voegen heeft over waarom sport in de natuur interessant is of niet, wil ik nog één onderwerpje even kort aanhalen. Leuk. Jij kwam, je begon er al mee toen je het had over de Devil's Trail. Trail is een ingewikkeld woord voor hardlopen in de natuur. Ja. Op de straat noemen we dat een run. Ik heb in mijn vlogserie, ga het vooral eens opzoeken, op een gegeven moment Jan Steehouwer gekeken bij de Pyramide Cross Duathlon toen. Mm-hmm. En hij had ook zijn mond vol over dat de crossers, dat wil dus zeggen mensen die duathlon rennen, fietsen rennen in de natuur, dat is een ander slag volk, veel beter. En die begon ook over dat afval. En dat doet me herinneren aan iets waar ik wel echt een broertje dood aan heb. En dat maakt me niet uit of je nou hardloopt op de straat van Rotterdam tijdens de marathon of de CPC of in een trail. Waarom denken amateursporters dat het oké is, zeker tijdens wedstrijden, maar ook tijdens trainen, om hun afval gewoon weg te flikkeren? Echt, ik spreek mensen aan op wedstrijd. Ik zal nooit vergeten, triathlon Veenendaal. Jan had die achter op zijn pak staan. We rijden daar naartoe, flikkert zo zijn shellverpakkingen uit zijn zak. Dus ik zo, Jan, je verliest wat. Ja, daar word ik echt zo giftig van. Ja. Waarom is dat? Ja, luiheid of echt denken gewoon, die race is voor mij uitgezet. Er zijn allemaal vrijwilligers aan het werk. Die ruimen straks de poel op. Ja, maar het is inderdaad, en dat, daarom heb ik zo'n hekel ook aan al die gelletjes en al die kleine verpakkingen. Oh, daarom? Nee, gewoon opruimen. Kijk, een bananenschil uiteindelijk. Moet je ook niet weggooien, hè? Die wordt, weten we inmiddels. Ja, die weten we, voortschrijdend. 20 jaar, hè? Ja. Ja, maar dat is beter dan eeuwig, hè? Ja, dat is waar. Kortom. Nee, maar wel leuk dat de Tour tegenwoordig... die zijn heel streng op. Ja, je mag niet Ironman zomaar... is ook al heel streng op, hè? Als je afval eruit gooit buiten de afvalzone, disqualificatie. Zullen wij dit podium gebruiken om gewoon een oproep te doen aan al onze kijkers en luisteraars? Als jij bij de Slimmer Presteren podcast community wil horen, dan ga je vanaf nu gewoon niet meer je afval weggooien. Sowieso niet in de natuur bij trainen en ook bij wedstrijden. Er staan overal vuilnisbakken. Er staan van die emmers na de drankpost. Dus zorg gewoon dat je goed zorgt voor onze natuur, voor onze beestjes. En dat je je afval op tijd weggooit. En als je mij treft in een race, ik zeg er iets van. En ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen die dit gehoord heeft om vanaf nu gewoon met elkaar erop aan te spreken. Het is gewoon onzin. In die afvalbak ermee. Helemaal mee eens. Zullen we gaan zoomen met Froemen? Doen we.
We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. We hebben een aflevering gemaakt over het belang van de natuur. Sporten in het groen. En we zijn benieuwd, we hebben eigenlijk niet een hele concrete vraag op dit moment. We zijn gewoon benieuwd, als we dat bij jou roepen, sporten in het groen, wat komt er dan bij je op? Nou, mooie gevoelens. Ik vind niks leukers. Ja. We hadden in deze aflevering het verhaal van een vriend van Jurgen die zweert bij binnensporten. Want hij zegt, joh, al die natuur, dat is maar onregelmatig. Het leidt mij af. Ik moet gewoon op de fiets mijn wattages trappen en ik moet op de loopband mijn afstanden maken. Ja. Jij traint atleten die, zoals je zelf zegt, het beste uit zichzelf willen halen. Hoe ligt voor jou de balans tussen plezier, beleving, omgeving versus heel secuur je trainingen afwerken? Het begint allemaal met plezier, denk ik. Als je geen plezier hebt in wat je doet, zul je ook die prestatie niet kunnen leveren. Dus dat is natuurlijk super belangrijk. En of je dat plezier dan haalt in de natuur, of dat je net zoveel plezier haalt binnen, achter je pc'tje met Zwift, ik noem maar een voorbeeld. Ja. En dat, voor mij maakt dat er niet uit. Het is wel belangrijk dat je plezier hebt. Ik kan me alleen moeilijk voorstellen dat je net zoveel plezier hebt binnen dan buiten. Ja. Ik ben toch wel meer een buitensporter. Ja. Ja, maar goed, je zult maar als onderdeel van de training hoogintensief blokken moeten fietsen. Ja. En het is, er staat een enorme storm buiten, of met regen zelfs. Ja. Maakt het voor jou dan uit of hoe iemand en waar die dat doet? Dan komen ze natuurlijk, als dat zo is, en het regent en het stormt zo, dan krijg ik allemaal appjes binnen. Guido, ik moet deze training doen, maar het is verschrikkelijk buiten. Ik zeg, ik zal maar binnen doen. Weet je, dan gaat de kwaliteit kun je dan veel beter garanderen. Ja. Als je 3 uur gewoon rustig moet fietsen, en het regent niet, maar het is wel harde wind, voor mij maakt het niet uit, dan ga je gewoon buiten fietsen. En of je dan 10 per uur rijdt of 30 per uur, dat maakt dat niet meer uit. Dat is altijd lekkerder, vind ik, dan 3 uur gewoon binnen een beetje gewoon rustig. Ja, maar jij zegt dus eigenlijk wel, los van het lekkere en het genieten en plezier, de kwaliteit van een training, en dus met name hoogintensieve intervalblokken, dan wordt het toch eigenlijk wel belangrijk dat je dat in een omgeving kan doen waar je ook echt die kwaliteit kan halen. Dat is toch eigenlijk wel een les die ik hier jou hoor zeggen. Ja. Kwaliteitstrainingen zijn om de kwaliteit af te leveren. En als je dat door de omgeving daar niet toe leent, hè, dus slecht weer, nat, noem het allemaal maar op, koud, glad. Ja, dan moet je het gewoon binnen doen, want anders kun je die kwaliteit niet leveren. Of juist superheet, kan ook, tropische dag. Of, dan wordt het helemaal. Dan kun je, als het inderdaad zo'n week was die we hebben gehad, gewoon 35, 40 graden is, dan kun je geen hoogintensieve training überhaupt doen. Stel dat je, als je geairconditioned de kelder hebt, dan kan het weer wel. Ja. In het andere geval, heb jij ook mensen die echt midden in de stad wonen en dus eigenlijk, kijk, als wij de straten uitlopen, dan komen we al bijna het bos in. Ja. Dat is makkelijk, dan zoek je het zo op. Maar hoe geldt dat voor mensen midden in de stad? Je moet vaak, zeker als je stel dat je een training hebt, een kortere training met blokjes erin, dan moet je eerst vaak, moeten ze een half uur fietsen voordat ze de stad uit zijn. Mm-hmm. Ja, en maar dat denken we om als warming up dan, toch? Ja. Warming up, cooling down. Ja. Ja. Ja, dan moet je gewoon, dan zet je je tellertje nog niet aan. Sommigen mag hem wel aanzetten, maar dan telt de training nog niet. En als je dan op een gebied bent, dan denk je, maar hier heb ik ruimte. Hier heb ik geen last van heel veel verkeer, stoplichten, noem het allemaal maar op. Hier begin ik mijn training. Hey, nog één onderwerp, Guido, even aan je voorleggen. Heb jij het met je atleten wel eens over afval? Gewoon vies spullen weggooien. Ik ben net vlak voordat we jou gingen zoomen even helemaal losgegaan. Want daar irriteer ik me echt kapot aan. Nee, dat irriteert mij en ik erger me eraan. Ja, terecht. Ik zie dat ook wel eens gebeuren als ik zelf fiets. Dat mensen dat gewoon weggooien. Mm-hmm. Ja. Nou, dat kan ik niet. Ik heb wel eens iets gestopt, opgeraapt en erachteraan gefietst. En dat terug. Bent verloren. Jawel, hè? Ja, ik doe dat dus ook. Ja. Maar leuk, want dan maken we dus die cirkel groter.
Doe je dat tijdens een wedstrijd? Hè? Dat is nee, dan doe ik het alleen verbaal. Ja. Ja, ik moet nu denken, ik vertel net al verhaal. Ik heb een keer Jan achterna geroepen. Jan had op zijn triathlonpak zijn naam staan. Dus ik, oh, Jan, je verliest wat. Maar ik heb inderdaad ook wel eens een kerel met die had een drankbekertje. En daar stonden gewoon emmers naast het parcours. En ik zie hem dat zo in de sloot nieteren, joh. Ja. Ik denk, wat doe je nou, man? Kan echt niet. Nee. Maar het is wel grappig, want het is ook een soort cultuurtje. Want iedereen flikkert daar dingen op de grond. Ja. Ik denk maar dat we bij deze een oproep... Nou, Guido, mooi als jij dat ook doet als je zelf sport. Laten we mensen elkaar actief aan gaan spreken. Ja. Nee, maar zeker als je lange ritten hebt... soms moet je wel, hè. Dan moet je reepjes meenemen, jelletjes meenemen, weet ik veel... En zelfs bananenschillen. Eet het op en stop de verpakking weer in je zakje en neem het gewoon mee naar huis. Ja. En anders, voor elk stuk wat je per ongeluk hebt laten vallen, is het een uur ploggen, toch? Doe je dat wel eens? Heb je daar wel eens van gehoord? Ploggen? Ja. Nee, ken je niet. Het is, ik heb begrepen, dat komt uit Zweden. En het is dus dat is eigenlijk een hele laag intensieve hersteltraining, maar ook wel een beetje interval. Je neemt een plastic zak mee, je gaat de natuur in of langs de berm en afval rapen. Ja, dat is wel een hele goede ervoor. Ja. Ja, toch? Dan ruim je het zelf inderdaad maar op, plus wat we al die anderen hebben gedaan. Ja, dan ga je natuurlijk je gedrag ook aanpassen doen. Want dan denk je, ja, jeetje, moet ik van al die anderen ook dat allemaal gaan opruimen. Zo is het. Mooi. Ja, prima. Sporten in de natuur. Het is een mooi en fascinerend onderwerp. En we komen er in deze aflevering achter dat er stiekem ook wat hints zijn. Dat het toch ook zelfs al wetenschappelijk onderbouwd is dat het echt beter voor je is. Aan de ene kant genieten wij van de rust op de Utrechtse Heuvelrug. Maar laten we bij deze toch ook maar onze kijkers en luisteraars uitnodigen. Als je een keer met ons door dat prachtige nationale park wil fietsen of rennen. Dan ben je bij deze volgens mij van harte uitgenodigd. Laat het dan vooral even aan ons weten via de social media. @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Of via onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een pagina voor deze aflevering. En dan kun je in de comments even laten weten dat je graag een keer meegaat. Dan prikken we een datum. Of misschien nog wel makkelijker, stuur ons een mail naar post@slimmerpodcast.nl. En we zien je bericht graag tegemoet. We geven altijd antwoord. En als je goede ideeën, aanvullingen of vragen hebt, dan nemen we dat mee in een van onze toekomstige afleveringen. Tot zover. Guido, dankjewel weer deze ochtend. Jurgen, bedankt. Tot de volgende keer. Tot volgende week. Joe.